Het is alweer 3 jaar geleden dat wij de redactie hebben laten zien. Nu is er natuurlijk superveel veranderd in 3 jaar. Dus wij gaan even met jullie een toertje maken over de redactie van Alpha Audio. Een van de dingen die veranderd is in de 3 jaar tijd dat we hier hebben gezeten is de komst van een studio, maar die is niet van ons. Die is van Record Industry en die studio heet Artone. Er is wel iemand bezig, zie ik, dus we gaan niet storen. Hallo. Maar dit is dus veranderd in 3 jaar tijd. Prachtige studio erbij gekomen. Nou, hier kunnen jullie nog even een klein stukje zien van de fabriek. Nou, prachtig allemaal. Dit is trouwens de inpakkant. De echte fabriek is daar nog achter. Wat niet veranderd is in 3 jaar is de aanwezigheid van mijn buren. Music on Vinyl. De jongens die allemaal prachtige titels uitbrengen op, goh, verrassend, vinyl. Dus mocht je wat moois willen hebben, moet je bij hun zijn. Toch? Zeker. Absoluut, dat dacht ik al. Nou, koffie hier. En nieuw bij ons is de studio. Hier maken we installatietutorials, trainingsvideo's, soms wat reviews. Maar dat wordt minder, dat gaan we meer doen in de luisterruimte. In ieder geval hier alles wat met video te maken heeft, doen we vaak hier. TikTok is ook niet heel veel veranderd, behalve dat er wat nieuwe gear ook. Op de redactieruimte is er niet heel veel veranderd, behalve dan een beetje gear. Nou, hier hebben we de kleine set, die bestaat uit een Hegel Rust met een paar Teufel luidsprekers. Daaronder staat nog steeds de Dion Audio set, die gebruiken we nog steeds af en toe. Maar meestal de Rust omdat die een USB input heeft en dat is handig met Rune. Volgende is mijn werkplek, die staat daar. En dat is een editing PC die bestaat onder meer uit een Threadripper 3960X 24 core monster CPU. Heerlijk om op te editen natuurlijk. Daar is de plek voor onder meer de redactieleden als ze hier werken en soms ook een stagiair. En hier is de testbench voor onder meer netwerkapparatuur. Hier ontwikkelen we trainingen of bijvoorbeeld workshops rondom Rune en dat soort dingen. Gaan we nu naar de serverruimte. Serverhok en opslaghok. Hier draait natuurlijk niet de website van Alpha Audio. Die draait op een clouddienst, UpCloud met ServerPilot om precies te zijn. En hier hosten we wel de livestreams en hier staat alle muziek op de NAS-systemen die we hier hebben staan. Eigenlijk hebben we dit rek al regelmatig behandeld, dus ik ga er nu niet uitgebreid doorheen. Maar dit is het core-netwerk van Alpha. Dit is meer de livestream-setup, dus hier is de server die de livestream encodeert. Daaronder hangen alle microfoonversterkertjes en dingetjes, een switch die eigenlijk het switching doet voor de livestream. En net nieuw erbij is nog een opslaghok, maar ja, we kwamen echt ruimte tekort. Nou, dit is de luisterruimte waar we de meeste tests wel uitvoeren. Dit is de cinema kant. Hier testen we AV-apparatuur, multichannel systemen, projectoren, al dat soort dingen. Die is bijna exact 1 jaar geleden op het moment van deze opname afgerond. We zijn nu een soundbar aan het testen van Teufel. De reden dat Brothers in Arms aanstaat, wat we eigenlijk nooit gebruiken, is dat we een playlist hebben aangezet voor een paar dagen, zodat die speaker in ieder geval ingespeeld is. Want apparatuur moet inspelen, zeker luidsprekers. Dus die staat nu lekker in te spelen, warm te spelen. Dus die kunnen we ook vandaag gaan testen. En deze set, die zal jullie niet geheel onbekend voorkomen. Dat is het referentiesysteem van Alpha Audio. Vocal luidsprekers, passtaps versterker, metrum, dak en streamer en een Bryston eindversterker. Soort van nieuw is de basstrap-achtige oplossing van Daad, de Daad Diffuser. Dat zijn dus diffusers en een soort basstraps in één. Wij hebben ze op de diffusiekant gezet en het resultaat is dat de ruimte gewoon een stuk natuurlijker klinkt, ruimtelijker klinkt. Ja, we hebben minder laagproblemen door deze dingen. We hebben er 2 in elke hoek gezet, wat niet heel goedkoop is. Maar ja, akoestiek is en blijft een ondergewaardeerd item in onze hobby. Want iedereen wil mooie apparatuur, maar zal de kamer niet zo heel snel aanpassen. Ja, wij denken dat in heel veel gevallen de grootste winst toch in de akoestiek zit. Dus ga er alsjeblieft wat aan doen, mensen. Akoestiek is de helft van je geluid.
de vaste lezers van Alpha Audio en de vaste kijkers van Alpha Audio zullen weten dat wij best wel wat doen met meten. Meten is weten. Dus wat ik heel graag nog even wil laten zien, wat ook ontwikkeld is de laatste jaren, is onze meetapparatuur en methode. Allereerst de Blue Horizon ruismeter. Ja, het is een soort apparaatje wat lichtnetstoringen kan meten. We hebben hier een stekkerblok. Het is een heel eenvoudig apparaatje, namelijk het werkt echt als een malle. En het geeft een waarde weer. Nou ja, bij een goed filter staat hij gewoon op 0 of in ieder geval onder de 100. En dat gaan we nu ook even laten zien dan. Dit is een Minde Titan V3 van Isotec. 0, absolute stilte. Zo hoort het dus. Dat is dus één. Dat is onze noise-energie-ruismeter die voor ons heel handig is. Het is gewoon online te koop, dat ding. Hij is niet goedkoop. In ons geval geeft het wel een objectief inzicht in hoe goed een filter zijn werk doet. Het is niet bepalend voor hoe die klinkt, hoe laag of hoe hoog dat cijfertje is. Maar het geeft dus wel aan of hij werkt. En dat vinden we al heel prettig. Leuk dat ze buiten de blaadjes aan het blazen zijn. Ook iets wat we regelmatig meten is luidsprekers en hoofdtelefoons. Nou, hoofdtelefoons is verdomd lastig en Harriette is inmiddels bij versie 6.0 of zo aanbeland. We zijn nog steeds niet helemaal happy. Wat wel goed gaat tegenwoordig is luidsprekers. En we hebben natuurlijk niet voor niks onze Custom Install AV-wand gebouwd, want daarmee kunnen we inbouwluidsprekers ook testen in de muur. En dat is een enorm voordeel, want ja, Custom Install is een groeiende markt. Het wordt steeds interessanter en we zijn ook blij verrast hoe goed het tegenwoordig is. Dat meten gaat met onze MB gecalibreerde microfoon en een Illusonic interface met software die op de laptop geïnstalleerd wordt. Nou, die Illusonic interface is in feite gewoon een doorgeefluik en een soort validatie dat de software gerund mag worden. De software van Illusonic kan allerhande dingen meten en de vaste lezers kennen die grafiekjes wel. Het kan frequentierespons, het kan vervorming, het kan timing, impuls, alles kan het meten. Wat ons inzicht geeft in hoe goed die luidspreker technisch is. Nou, wat we wel steeds meer zien is dat de grafieken toch wel overeen komen ook met hoe het klinkt. Met name welke vervorming dominant is, welke harmonische, een tweede of een derde, dat klinkt gewoon anders. Nou, wat we dus kunnen meten is hoe goed een filter werkt, hoe goed een luidspreker presteert en enigszins hoe goed een hoofdtelefoon presteert. Nou, hoofdtelefoons gaan we nog steeds op verder ontwikkelen. We blijven natuurlijk kijken naar wat we nog meer kunnen meten, maar dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel van Alpha Audio. En hiermee sluiten we ook deze redactietour af. Jullie hebben de entree gezien, het tikhok zoals we het noemen, het serverhok, de videokamer en uiteindelijk de luisterruimte. We hopen dat jullie het interessant vonden. Vind je het leuk om een keer mee te doen met een test, een livestream test? Kom gerust langs, schrijf je in via de website. Tot ziens.